Er moet meer in het OV geïnvesteerd worden om Amsterdam bereikbaar te houden in de toekomst. Dat klopt. Wat moet er volgens u gebeuren? Nou, er moet heel veel gebeuren. We hebben grote plannen. Er moet in Nederland moet er 1 miljoen woningen bijgebouwd worden. Wij gaan ervan uit dat de slimste manier om dat te doen, of de slimste plek om dat te doen, vooral in de steden is. Dus wij houden rekening met meer dan 150.000 woningen die er tot 2040 bijgebouwd worden. En als die woningen gebouwd moeten worden, dan moeten we ervoor zorgen dat er eerst beslissingen worden genomen over infrastructuur, over goed openbaar vervoer. Want dat is de enige manier waarop we die drukke steden, die steeds drukker worden in de steden, kunnen ontsluiten. En dat zal voor een groot gedeelte door metro bijvoorbeeld moeten. Dus ik denk niet dat dit de laatste metroontwikkeling in Amsterdam is. Wij zitten binnenkort met het kabinet weer om tafel. En daar zullen wij ook gaan vragen om serieus met elkaar samen te gaan werken. Om bijvoorbeeld de Noord-Zuidlijn door te trekken naar Schiphol. En ook serieus na te denken over lightrail alternatieven aan de westkant en de zuidkant van de stad. En misschien zelfs het doortrekken van de metro naar Havenstad, waar we 70.000 woningen willen bouwen, waar nu nog industrie is. Maar als we daar over 20 jaar woningen willen hebben, moeten we eigenlijk al de komende jaren beslissingen nemen.